De regering heeft besloten de agrarische sector te ontzien van betaling van de extra verhoging van de government take van 1 Surinaamse dollar dat zondag is ingegaan. Dit meldt de communicatiedienst Suriname CDS. Daarnaast is besloten een extra korting op de brandstofprijs toe te kennen van 50 cent per liter. Het doel hiervan is de sector te stimuleren meer te produceren, aangezien deze sector enorm te lijden heeft onder de gevolgen van onder andere de COVID-19-pandemie en de steeds stijgende prijzen van inputs. Dispensatie en korting zullen vooralsnog de komende 6 maanden gelden om daarna geëvalueerd te worden. Minister Pralat Sildin van Landbouw, Veeteelt en Visserij is samen met de vertegenwoordigers uit de diverse subsectoren bezig modellen van verrekening uit te werken. Zij die in deze nog niet gekend zijn, zullen binnenkort uitgenodigd worden.